Dit is het verhaal van een jongen uit een gebroken gezin, die de ene slechte beslissing naar de andere nam. Wat er uiteindelijk toe leidde dat hij in de meedogenloze Nederlandse onderwereld terecht kwam. Hij zou de jongste persoon ooit worden op de nationale lijst van meest gezochte personen. Het zou niet juist zijn om een Nederlands misdaadkanaal te hebben en geen volledige video aan hem te wijden. Dus laten we beginnen. Dit is het verhaal van Rida Benayem, een van Amsterdams meest gevreesde hitmen. Rida Benayem werd op 27 maart 1991 geboren in Amsterdam. als kind van Marokkaanse ouders. Rida groeide op in de Gulden Winkelstraat in Amsterdam West. Hij kwam uit een tumultueus gezin en had moeite met leren op school. Rond 2006 sloot hij zich aan bij een groep genaamd het Gulden Winkelplantsoen. Het was een groep jongens die er onbekend stond overlast te veroorzaken in de buurt. Het duurde niet lang voordat hij overvallen begon te plegen en in kleine hoeveelheden drugs stielde. Een echte soldaat werd hij door zijn vrienden genoemd. Hij was voor niemand bang en deed alles wat nodig was om geld te verdienen. Al snel kwam hij voor het eerst in aanraking met de politie. En arrestaties zouden een routinezaak worden voor Rida. Marokkaanse maatschappelijk werkers die in de buurt werkten en evenementen organiseerden om de jeugd op het rechte pad te houden, zagen Rida afglijden. Omdat hij een kleine jongen was met een lengte van slechts 1,69 meter, kon hij zijn gevechten niet altijd winnen met alleen zijn vuisten. Om dit probleem op te lossen begon Rida een mes bij zich te dragen. Mensen die hem kenden en in dezelfde buurt woonden zeiden dat hij niet bang was om iemand te steken en dat hij dat al meerdere keren had gedaan. Niet lang daarna kreeg Rida zijn eerste wapen in handen. In de nacht van 7 augustus 2010 waren de 19-jarige Rida en een groep vrienden in het centrum van Amsterdam. De Nederlandse artiest Mr. Props en een vriend van hem, Flex, waren daar ook. Flex en een vriend van Rida botsten tegen elkaar op, waardoor er ruzie ontstond. Flex begon meteen te vechten met de vriend, waarna Mr. Props en de rest van de groep zich bij het opstootje voegden. Plotseling klonk er een hard schot. Flex viel op de grond. Toen klonk er nog een schot en Mr. Props viel ook op de grond. Rida had net voor het eerst op iemand geschoten. Beide mannen overleefden het en Rida wist te vluchten. Bijna een jaar later, op 6 juni 2011, haalde hij het nationale nieuws. En het zou niet de laatste keer zijn. Rida had op straat gevochten. Absoluut woedend rende hij naar huis, pakte zijn wapen en trof het slachtoffer meteen in zijn been. Terwijl mensen tegen hem schreeuwden dat hij het niet moest doen. Dit vond allemaal plaats op ongeveer 50 meter van zijn huis. Maar Rida trok zich er niets van aan. Hij wist te vluchten. En de politie kon hem niet arresteren. Dit incident markeerde een belangrijk punt in zijn leven. Vanaf hier zou het alleen maar erger worden. Nog geen zes maanden na het vorige incident stond Rida op 11 januari 2012 voor de deur van juwelier Has Gold in Leiden. Het zou niet zijn eerste overval zijn, maar dit incident zou opnieuw laten zien dat Rida steeds roekelozer werd. Samen met twee andere mannen ging Rida de juwelier binnen. Het was Rida's taak om de werknemers onder schot te houden. Ze kregen de instructie om geen stap te verzetten of anders... De andere twee handlangers vulden de tassen met juwelen en binnen een paar minuten verlieten ze de juwelier. Helaas voor hun begon de juwelier zich te verzetten toen ze probeerden te vertrekken op hun brommer die buiten stond. Alsof het niet erger kon, startte de brommer ook niet. Eén van de drie schoot op de juwelier. Op dat moment arriveerde ook de politie, waarop Rida ook op hun probeerde te schieten. Niemand werd geraakt en de mannen vluchtten te voet in verschillende richtingen. De overval liep uit op een totale mislukking. Zijn handlangers, Hassi I en Isam E, werden relatief snel gepakt en veroordeeld tot 12 en 8 jaar. In de buurt circuleerde het verhaal dat Rida een McDonald's was binnengegaan, wat eten had besteld en daar een tijdje was blijven zitten. Dit is echter nooit bevestigd. Als dit waar is, dan is het zeker een interessante manier om aan de politie te ontsnappen. Wat denk jij? Laat het me weten in de reacties. Het grootste deel van de buit werd nog op dezelfde dag gevonden. Na verder onderzoek traceerde de politie de gegevens van zijn mobiele telefoon en werd bevestigd dat Rida daar was. Dit leidde ertoe dat hij een item werd in het Nederlandse misdaad-TV-programma Opsporing verzocht. Hij werd beschreven als: gewelddadig en zeer onvoorspelbaar. Na deze gewelddadige overval belandde hij op de nationale opsporingslijst op slechts 21-jarige leeftijd. Wie de tip had die tot zijn arrestatie zou leiden, zou 5000 euro krijgen. Na enkele maanden was Rida nog steeds op de vlucht en leidde hij een bestaan in de schaduw. Echter, zijn geld raakte op en hij had snel geld nodig. Er werd hem een klus aangeboden. De Marokkaanse hitman Redouan Boutaka moest verdwijnen. Er stond een prijs op Redouans hoofd, en omdat Rida het geld op dat moment goed kon gebruiken, besloot hij de klus te accepteren. Het is opmerkelijk hoe de ernst van zijn misdaden eigenlijk alleen maar erger werd. Op 22 april 2012 liep Rida rustig een shisha-café in Amsterdam binnen. Hij kwam niet om te chillen, maar om een klus te klaren. Doelwit Redouan zat beneden met zijn vrienden. Rida liep de trap af, recht op zijn doelwit af en raakte hem meerdere keren. Veel mensen zagen het voor zich gebeuren en waren zo geschokt dat ze niets konden doen. Rida liep rustig de trap op en verdween. Missie volbracht. Het signalement van de verdachte dat direct na de hit werd vrijgegeven, betrof een man met een mager postuur en een lengte van 1,70 meter, wat overeenkwam met het postuur van Rida. Na deze actie werd Rida ook op de opsporingslijst van Interpol gezet. Dit hield hem echter niet tegen. Rida was nu officieel een hitman in de onderwereld. Zijn eerste klus was een succes en er zouden er nog meer volgen. Ondanks dat hij zowel op de nationale lijst als op de lijst van Interpol stond, slaagde Rida erin om te ontsnappen en uit de handen van de politie te blijven. Ondertussen liep de spanning in de stad echter op. Er is een conflict over een lading van 200 kilo die in 2012 zoek raakte. Het is het begin van een vete tussen Benhaouf A en Gwenet Marta. Dit conflict op zich is al een intrigerend verhaal. Ik heb hier een hele miniserie over gemaakt op mijn Engelse kanaal, Holland Crime Boulevard, die je zeker moet bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zal een link van de afspeellijst toevoegen aan de beschrijving van deze video. Rida werd gerecruiteerd door Ben Aouf A. om één van Gwennet Marta's topmannen, genaamd Najeb Boubou, uit te schakelen. Er werd 30.000 euro op het hoofd van Najeb gezet en Rida was meer dan bereid om die te innen. Op 18 oktober 2012 werd Najep Boubou naar het Crown Plaza Hotel in Antwerpen gelokt. Plotseling rende Rida op hem af en raakte hem vier keer. Najep overleefde het niet en de mokrofete was losgebarsten. Vergelding vanuit het kamp van Gwennet Marta vond plaats op 29 december. Het doelwit? Ben Aouf. Waarschijnlijk hebben sommigen van jullie de beelden al gezien van wat er gebeurde tijdens deze absoluut krankzinnige uitbarsting. Said el-Yazidi en Youssef Le Corf werden fataal getroffen. Het beoogde doelwit Benaouf wist echter te overleven. Maar wat was Rida's rol in dit alles? Er doen veel verschillende verhalen de ronde over dit incident, maar er zijn er twee die het meest voorbij komen. Verhaal 1 is dat Rida de drie mannen, Benaouf, Youssef en Said, naar de locatie lokte waar het allemaal gebeurde. Rida en Benaouf stapten naar verluid uit de auto. ...spraken elkaar verderop in de straat en toen ze terugliepen naar de auto rende Rida weg. Toen kwamen de hitters binnen en begonnen op de auto te vuren. Ik hoor je denken, maakte Rida geen deel uit van het kamp van Ben Aouf? Ja, dat was hij een soort van nadat hij de aanslag voor Ben Aouf had gepleegd. Maar naar verluid was hij nog steeds niet betaald voor de klus van Najab Boubou. Ben Aouf bleef de betaling uitstellen en Rida was het zat en wisselde van kant... Verhaal 2 is dat Rida de man was die nooit is geïdentificeerd. Hij droeg een blonde pruik als vermomming omdat hij nog steeds op de vlucht was. Het beoogde doelwit was Bena'ouf. Rida en de rest waren er alleen maar bij en werden gezien als bijkomstige schade. Er werd ook gezegd dat Rida goed bevriend was met Said en hem nooit in gevaar zou brengen. Rida wist te ontsnappen en hielp Bena'ouf zelfs te ontsnappen. Al dus dit verhaal. Het is moeilijk om te beslissen welk verhaal het meest accuraat is, omdat er geen concreet bewijs is. Welk verhaal ook het meest accuraat is, het was duidelijk dat Rida in grote problemen was geraakt. Beide kampen begonnen hem te wantrouwen nadat de verschillende verhalen circuleerden. Zijn geld raakte op, hij had meerdere vijanden gemaakt, hij had geen mensen meer om zich heen die hij kon vertrouwen en hij werd internationaal gezocht. Ondanks dit alles is Rida altijd in Amsterdam gebleven. Iemand dicht bij de familie zei zijn moeder droomde er altijd van dat hij gearresteerd zou worden, zodat ze wist dat hij nog in leven zou zijn. Als hij zich gewoon had overgegeven na de overval op de juwelier, had hij een tijdje gezeten en had hij een nieuwe kans gehad. In plaats daarvan groef hij zichzelf in een dieper gat en stond hij op het punt om de hoogste prijs te betalen op slechts 21-jarige leeftijd. Op 16 maart 2013, na een paar jaar op de vlucht te zijn geweest, stond Rida aan de andere kant van een wapen. Hij werd meerdere keren geraakt in de Comeniusstraat en bezweek. De vermeende schutter, Solaiman L., gaf Rida een PGP-telefoon met spyware erop, zodat hij zijn bewegingen kon volgen. Een interessant detail is dat Rida en Soleiman naar verluid goede vrienden waren. PGP-berichten in de rechtbank hebben onthuld dat Soleiman dit deed voor Benaouf A., een van de teksten van Soliman luidde. Ja, man, als je bereid bent om 50 te betalen, is hij weg. Dat zou betekenen dat Rida verraden werd door twee mensen die hij kende. Zou dat verhaal 1 niet geloofwaardiger maken? Rida bleef Ben -Aouf om zijn geld vragen, kreeg het niet, wisselde van kant en misleidde Ben Benaouf Ben -Aouf wilde op zijn beurt dat Rida werd uitgeschakeld, zodat hij niet meer naar het geld zou vragen en als wraak voor zijn verraad. Wat denk jij? Soleiman maakte echter een grote fout. Hij liet letterlijk de sleutels naar zijn eigen arrestatie vallen. Bij onderzoek van de plaats Delict vond de politie een set sleutels die van Soleiman waren en waar zijn DNA op zat. Twee maanden na het incident werd Soleiman gearresteerd. Ze vonden ook een jas in zijn huis met kruid erop, waardoor dit een vrij sterke zaak leek te zijn. Nou, blijkbaar niet. Na negen maanden in de gevangenis werd hij voorwaardelijk vrijgelaten onder strikte regels. In 2015 werd zijn voorwaardelijke vrijlating en de regels opgeheven. Maar hij bleef wel verdachte in de zaak. Negen jaar later, na het incident in 2022, werd de zaak tegen Solaiman L. volledig geseponeerd. Een grote teleurstelling voor de familie. Dit was het verhaal van Rida Benayem, een van de meest gevreesde hitmannen van de mokromaffia. Hij had een tumultueus leven en slaagde er maar in om 21 jaar oud te worden. Ik hoop dat je van de video hebt genoten. Vergeet niet om een like en een reactie achter te laten. En abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Zie je in de volgende video.